bent u aan het doen? Ik zoek naar oude voorwerpen van ijzer met mijn metaaldetector. Heeft u al wat gevonden? Vandaag niet, helaas. Ja, alleen maar ijzeren rommel. Er wordt zoveel weggegooid. Ja, soms heb ik wel geluk hoor. Dan vind ik kogels of oude sieraden of oud geld, muntjes. Maar ik hoop natuurlijk op een echte schat. Een schat? Ja, van bronzen munten of bronzen voorwerpen. En waarom zoekt u dan hier? Nou, dit is een oud gebied. Daar loopt de rivier de Vecht. Daar zo. En aan dat soort oude rivieren kwamen vroeger vaak nederzettingen van mensen in de bronstijd. Die gingen vaak bij zo'n rivier wonen, want daar konden ze ook vis vangen en daar hadden ze stromend water. En ik weet zeker dat hier ook mensen daadwerkelijk hebben gewoond. Want daar zo, daar is een grafheuvel van uit de bronstijd. Grafheuvels? Ja. Die wil ik wel zien. Oh, is goed. Loop maar mee. Ze zijn daar. Dus kom maar mee. De eerste bewoners van Overijssel konden niet lezen en schrijven. Ze leefden in de prehistorie voor de geschreven geschiedenis. Alles wat we over hen weten komt door voorwerpen die in de bodem zijn teruggevonden. Ook zijn er nog een paar honderd grafheuvels in de provincie bewaard gebleven. Ze vormen de oudste sporen van bewoning in het landschap. Maar hoe oud zijn deze grafheuvels? Deze grafheuvels zijn allemaal duizenden jaren oud. Ja, jullie kennen zeker die hunebedden in Drenthe wel, hè? Ja? Heb je wel eens gezien? Nou, die zijn allemaal gemaakt van die grote stenen. En deze zijn net zo oud. Alleen hier in Overijssel hadden we niet zulke grote zwerfkeien. Dus maakten mensen grafheuvels. Dus misschien woonden ze wel daar zo in een mooie nederzetting. En dan lag hier hun begraafplaats. Want dat is dit eigenlijk. Liggen die mensen hier dan nog? Nou, van die mensen is niet meer zo heel veel over, hoor. Het is allemaal heel lang geleden. Er werden hier mensen begraven tot 1200 voor Christus. Daarna werden er nog wel mensen hier neergelegd, maar die waren dan gecremeerd. En dan werd hun as werd in kleine aardewerken potten gestopt. Nou, die dingen noem je urnen. En die urnen die worden nog steeds wel eens gevonden in dit soort heuvels. Ik wil die nederzetting wel eens zien. Mensen uit de prehistorie leefden van wat ze in de natuur tegenkwamen. Ze jaagden op wild en verzamelden vruchten. Ongeveer 5000 jaar geleden leerden ze ook hoe ze zelf voedsel konden verbouwen. De jagers werden boeren die niet meer in tenten, maar in boerderijen woonden. Zijn hier dan ook schatten begraven? Nou, echte schatten niet. Maar wat er wel veel gedaan werd, is dat er dingen mee werden begraven die ja, van pas konden komen in het leven in het hiernamaals. Bijvoorbeeld een grote schaal met allemaal eten. Maar ja, ik denk niet dat dat nog zo heel lekker is na al die duizenden jaren. Maar zijn hier dan helemaal geen schatten gevonden? Hier op deze specifieke plek niet. Maar vlakbij, aan de andere kant van Ommen, is een hele grote schat gevonden. Helaas niet door mij. Maar deze schat, zeg maar, die bestond uit allemaal bronzen voorwerpen. Waaronder een heel bijzonder zwaard. En een kopie van dat zwaard is nog steeds te zien in het Streekmuseum in Ommen. Zullen we daar gaan kijken? Ja, oké. Okay. Bedankt. Dank u wel. Tot ziens. Eerst maakten de mensen hun wapens en werktuigen van steen. Later ook van brons en ijzer. Daarom noemen we de verschillende perioden voor onze jaartelling ook wel steentijd, bronstijd en ijzertijd. Metalen konden makkelijker bewerkt worden. Het lastige van brons was dat het altijd geïmporteerd moest worden. Omdat de grondstoffen voor brons, koper en tinerts niet in Nederland voorkomen. Later leerde men ijzer te maken uit ijzerroer, een steensoort die hier wel in de grond zit. De oude kerk in Ommen is voor een deel gebouwd van blokken ijzerroer. Binnen. Ben jij dat het bij de molen is? Hij zei het wel. Dan moet hier het zwaard liggen wat boswachter Remmond heeft gevonden. Denk je dat het zwaard hier is? Ze zeiden van wel. Zou dat hem niet kunnen zijn? Een beetje raar zwaard. Denk je dat ze ermee gevocht hebben? Nou, nee dames, daar hebben ze niet echt mee gevochten. Dit is een ceremonieel zwaard. Zou ik hem eens vast mogen houden? Nee, dat mag alleen maar met speciale handschoenen. Maar als je wil, mag je mijn handschoenen wel even aan. Dan kun je hem even aanraken. Oké, gaaf. Zo, best zwaar. Het is wel van brons, hè?
Ik zou wel zo'n schat willen vinden. Mensen die zoeken naar oude sporen in de bodem noemen we archeologen. Als er ergens een nieuwe woonwijk of industrieterrein komt, gaan zij op zoek naar mogelijke resten. Dan graven ze heel voorzichtig stukjes grond af. Liefhebbers kunnen ook met een metaaldetector op zoek gaan, als je maar toestemming hebt. Soms vinden archeologen een schat. Bijvoorbeeld een muntschat met gouden of zilveren geldstukken. Of een bijzonder beeldje, zoals het Romeinse beeldje van Mercurius uit Delfzen. Wat ga je doen? Een schat zoeken! Kijk, ook snel, ik kan hem onderaan de regenboog zoeken!